Het is vandaag de dag voor kerst. The day for Christmas. Maar ik ga lekker trainen. Al heb ik een ontzettende last van mijn maag, denk ik. En hoe dit komt, weet ik niet. Nou, ik denk het wel. Ik doe het lekker restaurant eten van gisteren. Maar ja, het was lekker en het was gezellig. En bla bla bla. Ik ga lekker trainen en ik hoop dat vandaag bestelde kerstcadeautje goed. Dan kan ik het nog in elkaar zetten. Wat wou ik verder? Ja, ik heb als ontbijt heb ik natuurlijk weer mijn trainingsontbijt. Borden, of tenminste kom met Griekse yoghurt. En twee eieren. En ik heb gisteren eens even een filmpje gekeken van het CrossFit. En daar ben ik nog lang niet aan toe. Nee, dat is niks voor mij. Het is veel te zwaar. Ik ben ook al bijna, hè? Dus geen 25 meer. Dus ik hou het maar op bordjebreking. Dat moet ik dat doen. Dus. Nou, ik ga even eten en dan ga ik richting de gym, zoals het heet. En ik zie jullie later. Goedemiddag, we zitten alweer bij de lunch. En ik heb weer lekker getraind. En vandaag heb ik vanaf 9:30 tot nu. 9:45 heb ik alles wat ik in 2 dagen moet doen, heb ik in 1 dag gedaan. Morgen is je gesloten, het is kerst. Ik wens iedereen een prettige kerstdag. Dat zal ik vanavond nog een keer doen. Ik ben gisteravond uit eten geweest en het is me niet bevallen. Ik heb vanmorgen alleen maar met het diarree gezeten. Maar ik heb vandaag mijn borst gedaan, mijn armen, mijn triceps, mijn legs. En ik heb eigenlijk keihard getraind. En vanmiddag ga ik de laatste boodschap halen. Want morgen is die winkels niet open. En zaterdag en zondag. Nou ja, meer dat mijn kerstcadeautje, dat komt maandag pas. Klootzakken. Nou ja. Als het de maandag niet is, dan... ga ik andere maatregelen treffen. Dus. Ik heb als ontbijt, Ik heb als lunch heb ik even een omeletje gemaakt met champignonjes. En die ga ik even lekker opeten. En ik heb nog een mandarijntje liggen. Dus. Dan krijgen we weer genoeg binnen. We zijn weer bij het diner. Wat eten we vanavond? Nou, we eten vanavond, omdat het kerst is, kerstavond is, eten we pompoensoep. Dus, wat hebben we nou nodig? Een pompoen, een ui, knoflookje en een tablet, groentetablet. Dat is alles wat we nodig hebben. De pompoen moet uitgehold worden en de ui gesnipperd en dan de knoflook uitgeperst en dan in een in de pan en dan ongeveer 1 liter water erbij, groentetablet erbij en dan zijn we er. Een goede avond, we zitten weer aan tafel. En we gaan even de dag doornemen. Ik heb lekker getraind. Ik heb mijn boodschappen allemaal in huis gehaald. En gisteravond ging ik uit eten. Dat is helemaal niet slecht. Het is slecht bevallen. Ik ben wel een keer of 5 naar de wc geweest vanmorgen.
Dus ik heb nou weer mijn eigen brouwsels gemaakt. Dit is een pompoensoepje. En ik heb het voor de eerste keer gemaakt, dus ik weet niet of het lekker is. Maar in ieder geval, dit is het geworden. Een lekkere pompoensoepje. Eigenlijk moet je dat in de herfst eten, maar ja, we hebben ook geen winter gehad, dus ik heb dit gemaakt. Eén pompoen, een ui, een knoflookje. Ja! Een knoflookje. Nou, vanavond is er geen datum meer. Dus ik ga ergens onder te kijken. Wat kijken, weet ik niet. Maar niet in ieder geval naar dat serious request. Ik ga niet, ik ben erop tegen. En dat heb ik al eerder uitgelegd. Dat het eigen volk eerst. En geen, hoe heet het, omdat ze niet naar school gaan. En dan gaan die 10.000 kinderen gaan. Kennen niet de school, duizenden kinderen kennen niet de school. En die krijgen ook geen eten. En andere kinderen, hoop kinderen krijgen geen eten voor dat ze de deur uitgaan. Dus nee, dat moet er voor die zwartjes. Nou is het uitgebleken dat dat mogel dat in die reclame zogenaamde school gaat. Dat is een model. Ja hoor, hey, goed gewerkt hè, Farah. De Farah, oftewel de P van de O. Dus. Nou, en vanmorgen las ik dat, hoe heet het, onze vriend, onze dikke vriend uit Rotterdam, Paul de Leeuw, die wil op een hoger niveau gaan dingen. Nou, ga er eerst eens even van die alcohol af. Hè, klootzak. Dus, ik heb er helemaal geen medelijden meer met die gasten. Hoe heet het? Als ze in de stront zitten, dan zal ik nog eventjes op mijn schouder gestaan. Vooral van de Farah, oftewel PvdA TV. Dus link me hol met die gasten. Nou, ik ga even lekker eten. Het is morgen kerst. Ik wens iedereen een prettige kerst. Dus, ik weet niet of ik morgen een filmpje maak. Ik ga eerst eens even lekker uitslapen. Ik zie u morgen of anders na de kerst. Doei!